Welkom, leuk dat je weer kijkt en vandaag geef ik je een aantal dumbbell oefeningen voor de buikspieren. Voor de straight arm sit-ups ga je plat op de grond liggen en trek je je benen in. Vanaf deze positie kom je omhoog. Waar je op moet letten is dat je niet gaat zwaaien met de dumbbell. Hierdoor wordt de oefening namelijk een stuk lichter. Om dit te voorkomen kies je een punt op het plafond en daar richt je je dumbbell op. Zorg ervoor dat hij de gehele training in de buurt van dit punt blijft en zo zorg je ervoor dat je de oefening goed uitvoert. De V-sit jabs. Ga op de grond zitten en leun naar achteren terwijl je je rug recht houdt. Dit is echt heel belangrijk. Wanneer je rug begint te hollen, zijn de buikspieren moe en kun je beter even je rust pakken. Wanneer je rug bol is, voer je de oefening ook niet goed uit. Dit kan een teken zijn dat de oefening te zwaar is. Wanneer je de oefening te zwaar vindt, kun je je voeten op de grond neerzetten. Hierdoor wordt de oefening een stuk lichter. De dumbbell rollouts. Ga met je knieën op een zachte ondergrond zitten en pak de buitenkant van de dumbbell met twee handen vast. Als dit niet lukt, dan kun je ook de binnenkant van de dumbbell beetpakken. Span je buik hard aan, rol naar voren en kom weer terug. Zorg ervoor dat je niet gaat hangen in je rug. Dit is echt heel erg slecht voor je rug. Je kunt de oefening lichter maken door ergens tegenaan te rollen en zo de afstand korter te maken. De spellcasters. Voor deze oefening heb je een goede lichaamscontrole nodig. Je moet goed luisteren naar je buikspieren en opletten wanneer deze moe worden. Wanneer je twee dumbbells hebt gepakt, ga je rechtop staan en zwaai je van links naar rechts. De kunst bij deze oefening is om je armen te laten zwaaien alsof er helemaal geen gevoel in zit. Je gebruikt dus echt alleen je buikspieren om de dumbbells van links naar rechts te laten bewegen en om ze af te remmen. Wanneer je moe bent, gaan je armen het automatisch overnemen en die gooi je dan de gewichten heen en weer. Je buik is niet meer sterk genoeg om het gewicht af te remmen en dan is de kans op een blessure vrij groot. Deze oefening hoef je totaal niet met veel gewicht uit te voeren. Het gaat erom dat je hem goed en explosief uitvoert. De side bends. Dit is een lekkere, makkelijke oefening, maar er zijn wel een aantal aandachtspunten. Om de oefening uit te voeren pak je één dumbbell en daarna laat je deze naar de grond toe zakken, terwijl je je lichaam in één rechte lijn houdt. Je buigt niet naar voren en ook niet naar achter, gewoon netjes in één rechte lijn. Let erop dat je je hoofd ook recht houdt en deze niet mee laat buigen. Hoe ver moet ik zakken? Ik zak totdat ik met mijn vuist ongeveer ter hoogte van mijn knieschijf ben. En ik kom weer omhoog totdat ik rechtop sta, misschien iets verder als dat. Een extra tip, hou je hand in je zij zodat je je obliques goed voelt. Hierdoor kun je je schuine buikspieren beter en harder aanspannen. Let er alleen wel op dat je deze hand niet gaat gebruiken voor extra ondersteuning en hier dus heel hard tegenaan gaat duwen of drukken. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Leer je nou nog meer dumbbell en andere fitnessoefeningen zien? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Daar kun je ook gelijk abonneren zodat je iedere week een nieuwe video ontvangt. Bedankt en tot volgende week!